maanden 3 extra vrije dagen. De Federatie van Spoorwegvakverenigingen had met stiptheidsacties gedreigd als de NS niet met een aanvaardbaar compromis zou komen. De 28.000 NS-werknemers krijgen in principe vrij op 6 en 13 mei en op 27 december. Als spoorwegpersoneel die dagen in verband met de treinenloop toch moet werken, krijgen ze een vrij besteedbare vrije dag. De 3 extra vrije dagen worden betaald uit het inleveren van de prijscompensatie. De maatregel levert 2000 arbeidsplaatsen op. Daarvoor zal de NS geen nieuwe mensen aannemen. Die 2000 banen zullen worden ingenomen door spoorwegpersoneel dat anders door bezuinigingen zou worden ontslagen. In België gaat ook de Waalse deelregering Nederlands Huis vuil weren door een verbod uit te vaardigen tegen het storten daarvan in Wallonië. Eerder al had de Vlaamse deelregering een dergelijke maatregel genomen. Nederlandse vuilverwerkingsbedrijven zochten na dat Vlaamse verbod hun toevlucht tot stortplaatsen in Wallonië. Vlak langs de snelweg van Luik naar Brussel ter hoogte van het dorpje Hanui ligt een van die stortplaatsen. 800.000 ton vuil, vooral huisvuil, gaat jaarlijks de Nederlands-Belgische grens over. Tot voor kort ging al dit afval, waaronder ook industrieel en chemisch afval, naar stortplaatsen in Vlaanderen. Na het verbod voor Vlaanderen is de vuilstroom onmiddellijk in de richting van Wallonië verlegd. Maar ook daaraan komt een einde, want de Waalse deelregering zal evenals de Vlaamse een verbod voor deze vuilstorten gaan uitvaardigen. Juist vandaag werd officieel het Vlaamse besluit van kracht. Belgische milieugroepen hopen dat de Walen snel met zo'n verbod zullen gaan volgen. Het besluit van Wallonië zal grote gevolgen hebben voor de afvoer van Nederlands afval. Een stad als Zoetermeer is straks meer dan 1 miljoen gulden per jaar meer kwijt om van het huisafval af te komen. Het nieuwsoverzicht. Frankrijk heeft 47 Russen uitgewezen, meest personeel van de ambassade in Parijs en gezinsleden. Reden van de uitwijzing: spionageactiviteiten. Vanmiddag al vertrokken de uitgewezen Russen met een speciaal naar Parijs gestuurd Sovjetvliegtuig. Er waren voor hen bloemen van de collega's die in Frankrijk achterbleven. Het is de grootste gelijktijdige uitwijzing van Russen sinds in 1971 Engeland meer dan 100 mensen het land uitzette. De Franse maatregel is door de Sovjet-Unie volstrekt ongegrond genoemd en zal waarschijnlijk leiden tot soortgelijke tegenmaatregelen. In elk geval, denken diplomatieke waarnemers, zullen de Frans-Russische betrekkingen er flink door bekoelen. Bij een spectaculaire roof in Londen hebben inbrekers 7 miljoen pond sterling buitgemaakt, ongeveer 30 miljoen gulden. De inbraak was in het hoofdkantoor van Security Express, waar tijdens het paasweekeinde veel geld in bewaring was. De inbrekers overmeesterden heel eenvoudig de ene bewaker en vervolgens employés die op hun werk kwamen. Heel rustig, onder het genot van wat flessen wijn, konden ze toen hun buit verzamelen. Lloyds, de verzekeraar, heeft 500.000 pond beloning uitgeloofd voor aanwijzingen die leiden tot opsporing van de daders. Vanmorgen af kost benzine per liter bijna 8 cent meer dan voor Pasen. Dat komt doordat nu overal de accijnsverhoging wordt doorberekend. En bovendien door een prijsverhoging van 2,8 cent voor een liter super. Die kost dan bij de zelftankstations 162,8 cent. Normaal wordt 3,8 cent duurder en stijgt in prijs tot 157,8 cent. Diesel en LPG veranderen niet in prijs. De weersverwachting geldt tot morgenavond. Veel bewolking en enige tijd regen, maar morgen later op de dag ook enkele opklaringen. Minimumtemperatuur omstreeks 2 graden. Middagtemperatuur ongeveer 8 graden. Matige zuidwestelijke wind. De vooruitzichten voor donderdag tot en met zondag. Zonnige perioden, maar ook enige tijd regen. Middagtemperatuur ongeveer 10 graden. Einde van dit bulletin. Goedenavond.